je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 41. En dat is van maandag 10 oktober tot en met zondag 16 oktober. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat week 41 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het erom alsof deze week een week is waarbij je echt wel kijkt naar de toekomst toe. Naar de dingen die je voor elkaar zou willen krijgen en hoe je ze voor elkaar wil krijgen. Ik heb het idee dat je mensen mee gaat krijgen en naar dat stukje wat je graag wil. Misschien wil je zelfs wel een compromis maken voor jezelf of voor een ander. Zodat hij daar toch over na kan denken en daar bepaalde mogelijkheden ziet. Wat je ook doet, ik heb het idee dat je het echt in goede banen gaat krijgen. Je lijkt je niet zomaar uit het veld laten slaan en je bent echt op zoek naar oplossingen. Goede oplossingen voor jezelf, maar ook zeker voor de ander, want je wil die ander daarin betrekken en meenemen in dat stukje wat voor jou zo belangrijk is. Geloof me, Ram, dat deze week dat je de dingen gewoon voor elkaar krijgt en dat het ook echt goed gaat aflopen. Dus gooi die charme maar in de strijd, laat horen wat je graag wil horen en ga er dan ook gewoon van uit dat het eigenlijk allemaal wel op het juiste pad gaat komen. En zal de kaarten schudden om te kijken wat week 41 voor de stier gaat brengen. Lijkt het stier alsof het echt een hele fijne, vrolijke week mag gaan worden. Je komt misschien een beetje uit een stukje waarin je even wat stil hebt gestaan. Het kan zijn dat je moe was of dat je misschien wel ziek bent geweest. In ieder geval even een stukje waar je pas op de plaats hebt gebruikt. En deze week lijkt je vol energie te zitten. Je pakt alles aan wat je daarin aan kan pakken, zeg maar. En je hebt ook nog het gevoel dat je gewoon tevreden bent met wat je hebt. Dus je bent wel in beweging en je bent echt lekker bezig met nieuwe zaken lijkt het ook wel. En je wordt er heel erg vrolijk van. Dat stukje rust, dat had je even nodig. Maar deze week lijkt dat echt in het verleden te liggen. En lijkt je misschien wel op zoek te gaan naar een stukje rust, maar niet helemaal te kunnen vinden. Het is wel een stuk drukte waar je naar je op zoek was. Want je lijkt er ontzettend blij van te worden. En ik heb niet het idee dat je er zenuwachtig van wordt. Maar juist eigenlijk dat je denkt, wat ben ik toch een bofkont dat ik het allemaal mee mag gaan maken. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof deze week een week is voor jou waarin je eigenlijk plannen aan het maken bent voor naar de toekomst toe. En ik heb het idee dat je daarin nog wel een beetje je keuzes moet maken. Dus je hebt het vooral in de grote lijn voor elkaar en het stukje wat je nog eigenlijk wat wil verfijnen, daar ben je nog mee bezig. Maar het is voor jou een stuk dat je echt wilt gaan delen. Dus ook al is het nog niet helemaal rond, je gaat alvast delen wat je heel graag wil. En ik heb het idee dat je die enthousiasme meeneemt naar de mensen in je omgeving. En dat je ook je omgeving daarin dus echt mee gaat krijgen. Het stukje wat je misschien nog niet helemaal zeker over was, of wat je nog aan het uitzoeken bent, kan je ook heel erg uit je omgeving halen, omdat je juist met mensen erover spreekt. Dus deel het. Laat het horen. Je lijkt zoveel enthousiasme te hebben. En daarbij ook nog hele mooie nieuwe impulsen te krijgen van je omgeving. Het is dus een hele productieve, vrolijke week, waarin je naar mijn idee wel zelf echt het heft in eigen handen gaat houden. Zal ik kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen? Dan lijkt het tweeling alsof week 41 voor jou een week is waarin je het eigenlijk allemaal een beetje op het gevoel laat varen. Ik heb het idee dat je misschien wel je partner echt wil verrassen of met hem of haar juist mee wil gaan in het stukje wat hij of zij heel leuk vindt. Het is natuurlijk ook een stukje wat je zelf leuk vindt, maar je lijkt vol met warmte en liefde en planning te zitten. Maar ik heb het idee dat het niet heel erg dominant is. Dus je lijkt juist het stukje te willen doen dat je iets voor een ander doet. Dat je een ander daarin meeneemt, dat je een ander daarin verwend. En dat is een stukje wat je dan misschien ook wel een heel klein beetje terug hoopt te verwachten, maar wat natuurlijk niet altijd zo is. Geniet dus ook echt van het plannetje als jij ergens iets maakt voor iemand anders en geniet dan ook van het stukje dat het dan op dat moment gebeurt. Verwacht niet meteen dat het terug gaat komen, anders zou het meer een zakelijke transactie zijn en je lijkt het juist uit het stukje te doen vanuit je hart. Dus wees niet teleurgesteld als je het niet meteen terugkrijgt. Weet dat het altijd wel weer een keertje gaat komen of dat iemand het erg waardeert, maar het is nu vooral het stukje, jij wil het graag uitvoeren en geniet daar dan ook echt zelf extra van. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 41 voor de leeuw gaat brengen. Dan lijkt het leeuw alsof deze week een week is waarbij er
Eigenlijk wat verschillende zaken naast elkaar kunnen gebeuren. Je lijkt een beetje van pieken naar dalen te gaan en heen en weer. Het is gewoon een week waarin er heel veel kan gebeuren, waarin je er voor veel openstaat en waarin je naar mijn gevoel ook nog eens heel veel in beweging bent. Kijk dus ook echt een stukje van wat vind ik zelf leuk en wat zijn mijn prioriteiten. Je kunt namelijk je tijd maar één keer opdelen in een dag, zeg maar. Je kunt er niet twee keer iets van maken. Want dat gaat geheid mis en dan gaan je plannetjes eigenlijk. Zoals je iets heel moois en liefdevols had willen maken, kan dat zomaar verkeerd gaan. Want je mag echt rekening houden met je tijd. Hoe ga je het indelen? Met wie ga je het indelen? En dat lijkt deze week een klein beetje mis te kunnen lopen, terwijl er eigenlijk heel veel warmte en liefde is. Maar ik heb het idee dat time management deze week eigenlijk wel iets meer aandacht van je mag hebben. Hè? Er is heel veel liefde en warmte en ik denk dat je je daarin wat kan verliezen. Dat is natuurlijk op zich een heel fijn stuk, maar als je belangrijke afspraken hebt, is het wel belangrijk dat je die ook echt voor jezelf meeneemt. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het maagd alsof deze week een tijd is voor jou om een besluit te nemen. Want ik heb het gevoel dat je best wel hard kan werken, maar dat er een stukje is dat je voor jezelf het idee hebt: ik kom eigenlijk niet verder. Ik benoem het er altijd wel eens een beetje van: je staat er ergens op een trein te wachten, maar er komen alleen maar intercities terwijl jij het boemeltje moet hebben. Dus je ziet gewoon dat je vlakbij bent, maar je krijgt het niet voor elkaar. Daarom mag je deze week voor jezelf echt even kijken: wat is nu eindelijk echt het einddoel? Ik kan nu wel heel hard voor aanwerken, maar als ik naar B toe wil, zal ik ergens een ander spoor moeten gaan nemen. En ik heb het idee dat je daar voor jezelf langzaam wat buigingen aan het maken bent. Dat je echt wat meer naar de toekomst gaat kijken. Het lijkt alsof je het meer een beetje op het hier en nu hebt gestort. En dat is waarschijnlijk ook een bepaalde keuze geweest, omdat het dat op dat moment heel erg goed uitkwam. Maar het lijkt alsof je nu toe bent aan meer naar de toekomst kijken, meer plannen en meer dingen voor jezelf vastzetten, zodat je ook die groei kan gaan maken. Dan een kaartenschud om te kijken wat week 41 voor de weegschaal gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal alsof deze week een week is waarbij je het eigenlijk allemaal maar een beetje laat gaan. Ik heb het idee dat je het zeker belangrijk vindt om gezellig te hebben, om met mensen te zijn, om voor mensen te zorgen. Noem het maar op. Je vindt vooral de gezelligheid, de drukte echt belangrijk om je heen. Alleen ik heb het idee dat je niet meteen echt actie uit gaat komen. Het kan zijn dat je plannen maakt. Het kan zijn dat je eigenlijk heel goed weet dat je iets of met iemand iets wil gaan doen. Maar echt het actie uitvoeren, daar is het deze week niet de tijd voor. Ik heb het idee dat er vooral een plan gemaakt wordt. Misschien wel echt even op de plank gelegd wordt. En dat je eigenlijk eens een beetje gaat kijken van: wat gaat er nu gebeuren? We hebben nu die plannen gemaakt, maar ik ga die stap niet nemen. Dus je lijkt vooral even te willen kijken wat er bij een ander vandaan gaat komen. En of die actie die je misschien afgesproken hebt wel gaat gebeuren. En dat wil niet zeggen dat jij later er niet in gaat stappen. Maar ik heb het idee dat je deze week echt een beetje afwacht van: ja, ik heb het plan, ik ben ermee akkoord, maar ik wil even resultaten zien voordat ik er zelf ook echt wat actie en beweging in ga gooien. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, schorpioen, alsof deze week een week is waarin je eigenlijk wel wat in beweging bent en heel erg goed weet waar jij heen wil, maar dat je niet heel veel rekening houdt met een ander. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat de ander sowieso niet luistert of in ieder geval je trekt je eigen plan. Het maakt niet zoveel uit wat er gebeurt. Jij bent deze week vooral op zoek naar een stukje hoe je dingen snel kunt veranderen. En daar neem je eigenlijk niet je omgeving in mee. Het kan zijn dat je die later oppikt, het kan zijn dat je die later informeert. Maar deze week is vooral een week voor jouzelf. Een week waarin jij gaat kijken hoe je nog in actie kan komen, welke dingen je wilt gaan doen. Of misschien is het ook gewoon een week, zeker als je samen met iemand bent, of dat je bijvoorbeeld in een gezin zit, of nou ja, noem het maar op. Of op je werk, dat je deze week echt een beetje solistisch te werk gaat. En dat is voor jou ook echt even het stuk wat je nodig hebt om lekker op gang te blijven en niet gestopt te willen worden door mensen in je omgeving. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen.
Dan lijkt het boogschutter alsof deze week een week is waarin je eigenlijk naartoe gewerkt hebt. Alsof je echt even kritisch gekeken hebt naar je eigen omgeving, naar je eigen aandeel in stukjes met anderen. Hè? En ik heb vooral het idee dat het wat in het gezinsleven is, of in ieder geval een privéstukje. Daar lijkt je even wat zoekende te zijn geweest. Maar dat is allemaal niet voor niets geweest, want het lijkt alsof het in dit weekend echt ineens heel warm en heel gezellig kan zijn. Dat hoeft natuurlijk niet per se te betekenen dat op het moment dat je single bent, dat er niks kan gebeuren. Het is juist het stukje waarbij je het gevoel hebt dat je op de juiste weg zit. Dat je misschien wel verrast wordt. Dat je ineens denkt van, oh, wat ben ik eigenlijk blij dat ik hier lekker in mijn eentje zit. Het kan allerlei verschillende dingen zijn, maar je lijkt gewoon echt tot de conclusie te komen dat je blij bent, dat je tevreden bent met het stuk, met de mensen om je heen. Want dat is echt een stuk, het spreekt heel veel warmte en liefde uit. En het is echt een stuk waar je ook zelf voor gewerkt hebt, waar je naar gekeken hebt en waar je eigenlijk zeker gewoon nog steeds achter staat. En het kan zijn dat je daar even eerder aan getwijfeld hebt. Het geeft dus een stuk rust, omdat jij op een gegeven moment gewoon weet wie je bent, waar je staat en waar je heen gaat. Dan een kaartenschut om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Steenbok, alsof jij deze week eigenlijk een stuk hebt waarin je vooral aandacht geeft aan een stuk gezelligheid. Ik heb het idee dat er eigenlijk ook wel wat aandacht gevraagd wordt om een stukje werk, of misschien wel een stukje van het privéstukje dat je iets moet doen, maar je lijkt deze week daar gewoon even niet zoveel zin in te hebben. Ik heb het idee dat je dus echt liever iets gezelligs gaat doen dan dat je ook echt daadwerkelijk een bepaalde actie gaat uitvoeren waar je gewoon geen zin in hebt. En normaal gesproken ben je daar heel stevig en strikt in dat het dan eerst moet gebeuren voordat je iets anders gaat doen. Deze week heb je daarin gewoon echt even dat je denkt van, nou, het komt wel. En het kan zijn dat je omgeving daar wel op een bepaalde manier op reageert. Maar ik heb toch dat jij kiest voor het stukje wat jij leuk, gezellig vindt. Of in ieder geval waar je aandacht aan wil geven. Want het lijkt echt een stuk te zijn dat je met anderen doet. Je lijkt graag onder de mensen te willen zijn. En niet echt ervoor te kiezen om in je eentje op pad te gaan. Dus dan een kaart te schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Waterman, alsof het eigenlijk allemaal ineens een stuk verloopt zoals je het graag zou willen. Alsof alle puzzelstukjes ineens op een bepaald puntje vallen waarbij je eigenlijk heel fijn voelt. Ik heb het idee dat het eigenlijk allemaal zo mag gaan zoals jij graag wil. Dat wil niet zeggen dat je alleen maar aan het rusten bent, maar ik heb wel het idee dat je juist in de actie bent en dat daardoor een bepaalde beweging is gekomen waar je gewoon heel erg tevreden mee bent. Het is echt alsof er een hele periode voor heeft gezeten waardoor er nu ineens een bepaalde actie mag komen, waardoor je eigenlijk dus wel wat in die ruststand gaat komen, maar het is zeker een stuk wat er is gekomen doordat je hebt volgehouden, doordat je sterk in je schoenen hebt gestaan. En ik heb het idee dat je eigenlijk alleen nog maar verder mag gaan bouwen. Maar het voelt wel als een stuk rust, als een stuk stevigheid, waar je in ieder geval veel moeite voor hebt gedaan en nog veel moeite voor wilt gaan doen. Dus het is echt een soort stuk waarbij je in beweging blijft, maar waarbij je wel echt al een hele stevige basis hebt liggen. Dus dan een kaartenschut om te kijken wat week 41 voor de vissen gaat brengen. Dan lijkt het, vissen, alsof deze week een week is waarbij je op onderzoek uitgaat. Ik heb het idee dat je graag iets nieuws wilt. Je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging. Je bent op zoek naar een nieuwe hobby, naar iets nieuws in je leven. Of misschien wel een stukje hoe je dingen anders kunt gaan aanpakken. Maar je wil in ieder geval een bepaalde verandering. Je wil het even anders, je wil het onderzoeken. En toch ook mag die verandering weer niet te groot zijn. Dus ik denk dat je wat misschien de diepte in ergens in wil gaan. En dat je voor jezelf echt gaat onderzoeken, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik die tijd vrijmaken? Om daarin wat te gaan kijken, wat dieper te gaan. Hè? Dus het is echt een stukje van, je wil je kennis verrijken. En ik heb ook het idee dat je dat heel erg zelfstandig gaat doen. Ja, ik heb dus echt het idee dat je deze week misschien wel wat extra tijd vrijmaakt om voor jezelf te onderzoeken hoe, wat en wanneer. En misschien dat je wel een hele rits boeken gaat kopen of dat je op internet gaat zitten zoeken. Maar je hebt die tijd in ieder geval even voor jezelf nodig. Je wilt niet de informatie bij een ander gaan halen. Ik heb echt het idee dat je juist voor jezelf gaat onderzoeken hoe jij dat gaat aanpakken. Je kunt misschien nog gelijk in die beweging gaan komen, maar het is echt een stukje onderzoek wat deze week heel erg belangrijk voor jou gaat zijn. Leuk dat je weer naar de Korte Week Horoscopen gekeken hebt. Voor nu zou ik zeggen, een fijne week.
Wil je nu zelf een persoonlijk consult, ben ik natuurlijk bereikbaar onder box nummer 265 of per chat. Voor nu, fijne week!